Kanchana Rinpoché komt in mei naar Nederland in Amsterdam. Bij ons is Marjolein Aubergé. Marjolein, wie is die Lama Rinpoché? Hij is een Tibetaanse boeddhistische healer. Hij is dokter in de filosofie. Hij woont in Milaan. Ik heb hem leren kennen in Brussel, 2,5 jaar geleden, om daarover te schrijven. En ik snap er dus helemaal niks van, want je ziet allemaal dingen gebeuren. Er gebeurt iets met die mensen. Dus ik dacht je bedoelt, als mensen met hem samen zijn, dan gebeurt er dingen. Ja, ik dacht dat die mensen dronken waren. Maar dat is, hij zendt bepaalde energieën uit, wat op een of andere manier... Maar goed, ik snap het nog steeds niet helemaal. Dus ik ben daar mee blijven reizen met die groep. En in principe ben ik een boek met interviews aan het maken. Om te begrijpen wat tantra is. Maar dat is een beetje... Lama Rinpoché is bezig met tantra. Het is een tantrisch healer, maar het heeft te maken met boeddhistische... Dat? Ja, dat kan ik dus niet uitleggen. Dat kun je beter aan hem vragen en hij geeft geen interviews. Op een of andere manier, als je reist... Kijk, wat mij interesseert is geest of denken, hè? Van ik schrijf. Als je reist, dan is het net of je... je komt stukken van jezelf tegen. Dat is... Ja, ik weet ook niet hoe dat werkt. Dus ja, die Tibetanen die hebben iets met psychologie, filosofie. Het is gewoon heel leuk. Je leert heel veel dingetjes bij. Dat is wat... Maar wat heeft de lama met reizen met tantra te maken? Ja, hij reist dus als een gek de hele wereld rond. En dat deed ik voor die tijd ook. Voor die tijd was reizen ongeveer mijn godsdienst. En hij reist dus 20 keer meer. Hij woont in Milaan, maar hij is daar nooit. Hij zit altijd in Nepal, India. En je weet, ja, voortdurend. Ze zijn heel altijd met fax en ja, en wat doet hij supersnel. Dan met overal staan daar rijen mensen op hem te wachten die hij geneest. Hij deelt geld uit wat hij eerst heeft gekregen van allerlei mensen. En hij is in de praktijk bezig die boeddhistische leren aan westerse en niet-westerse mensen duidelijk te maken. God. Je hebt de lama ontmoet. Wat voor type man is dat? Dat is een goede vraag. Hij spiegelt jou altijd. Dus dat heeft meer iets met jou te maken of met mij. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar hij spiegelt jou echt. Een niet-mens. Wat? Een niet-mens. Nou, op een of andere manier, die Tibetanen die zien jou... ze hebben een soort intuïtie wat voor iemand jij bent. En ze hebben een heel groot gevoel voor humor. Hij is ook heel grappig. Hij is heel... Je moet gewoon mij zien. Ik bedoel, ja, dat zie je wel, ja. Crazy wisdom messages noemen ze dat ook, hè? Dus dat... Ja, gekke wijsheid. Hij wil het hebben over non-formal education. Dus in tegenstelling tot wat je op school leert. Compassie. Vredeseducatie, ja. Het is een tijd van oorlog. Zo heb ik hem leren kennen, ja. Ik wilde naar Joegoslavië en ik dacht, nou, daar schieten ze me absoluut dood. En ik had genoeg van cultuur. Zo raakte ik een beetje met die Tibetanen, dat ik dacht van, ja, je zoekt toch iets anders, andere waarden. En het is niks voor mij, al die alternatieve dingen, daar moet ik niets van hebben. Dus daarom is het heel komisch dat ik hier nu zit. Maar ja, op een of andere manier werkt het.